op het jubileumconcert van de Lofstem. Ben ik goed te verstaan? Fijn dat u allemaal aanwezig bent en kunt heel fijn. Fijn dat u allemaal gekomen bent om dit jubileum samen met ons te vieren. Ja, 70 jaar. Het begon op het aardappelland. Jazeker, aardappelen rooien. Maar tijdens het rooien werd er natuurlijk ook gesproken. En de mensen spraken erover om een zangkoor op te richten. En zo gebeurde. Op 2 oktober 1945 werd de Christelijk Gemeente Zangvereniging de Lofstem opgericht. Wij denken met dankbaarheid terug op de mensen van het eerste uur. En dat waren Janna Dunnewind-Geerts, Betta Lindeboom-Tuten, Bertus Wolters en Gerrit-Jan van Veen. Ook denken wij met veel dank terug op de intense inzet van Gerrit-Jan Stokvis. Hij is meer dan 40 jaar voorzitter geweest van ons koor. Wij willen ook herdenken de leden van het koor die zijn overleden. Lang geleden of korter geleden. Het verdriet en gemis was en is er nog steeds. Maar er is ook de troost dat zij nu mogen zingen met het Hemels Koor in de lichtstad van het Nieuwe Jeruzalem. Wij gaan vanavond samen met u 70 jaar van de Lofstem door. Wij kunnen niet alles noemen, maar het bestuur heeft huiswerk gemaakt en het archief doorgespit om u een indruk te geven van de afgelopen 70 jaar. Wij hebben een afwisselend programma samengesteld en hopen dat u samen met ons een fijne avond zult hebben. Het is prettig en mooi om goed te horen hoe het koor de Lofstem is geboren. 2 oktober 1945 was de eerste vergadering en werd besloten tot een oprichting. Een onderwijzer uit de Nulst, die dirigeren wel leuk leek, liet ons de eerste avond al in de steek. Nu moesten wij opnieuw proberen wie we ons wel dirigeren. Maar spoedig werd het dan bekend, meneer de Graaf uit Zwolle met onze dirigent. Op zijn fiets met massieve banden kon hij elke week trouw in een reuze belanden. Het schoollokaal was de plaats van oefening, met petroleumlampen als verlichting. Al gingen die dingen soms plotseling uit, wij gingen als koor flink vooruit. Nog binnen een jaar gingen wij op reis, naar het concours en behaalden de eerste prijs. Het petroleum werd gas, later elektriciteit. De fiets werd een motor voor de dirigent. En later een auto, merk, nu bekend. In februari werden we het verjaardag van de dirigent herdacht. En werd hem een stuk van een varken gebracht. Een week later werd het koor getrakteerd. De dames kregen een snoepje. En de heren een sigaret. Ik ga je een stukje de historie nu besluiten en kom eraan. Wij als de Lofstemmers nu voor u zingen gaan. 2 liederen uit de begintijd, 70 jaar geleden. Het mooie Triduum Jezu, maar eerst Rots der Eeuwen. Yeah.
zang Marie van den Kolk, Willemien Eilanden. En verder werkte aan de zangdag dagen altijd het hele voorming. De lofstem was altijd best wel goed in het organiseren. Zo ook de zangersdag, vele keren. In 1984 werd de eerste zangersdag gegeven. Buiten, in Alfleusen, met heel veel regen. Later in de mooie gebouwde Wikelaar. Alles onder één dak, kant en klaar. Gemengde mannen- en kinderkoren, solisten, de monda's en accordeons waren er allemaal om aan te horen. Van zangersdag 2006 stond in de krant vermeld dat er wel 29 koren waren geteld. Ook 3 solisten werkten mee met hun zang. En dat alles continu, 11 uren lang. Er was ook een pianist voor meerdere koren die bijna de hele dag spelen kon. Was mooi om te horen. Maar helaas moest er een beslissing worden genomen en is er een eind aan de zangersdagen gekomen. En dan vonden we in het archief nog een formulier en er staat boven korendiscipline. Dat is al heel oud, vrij oud mensen. En daar wil ik toch wat punten uithalen, want er is eigenlijk niet zoveel veranderd. En is eigenlijk ook niet zoveel veranderd wat de koren betreft, met de opstellingen en alles wat erbij komt te kijken. Enkele aanwijzingen voor optreden in het openbaar. Het koor komt op in de volgorde die van tevoren is afgesproken. Men draagt de gesloten map onder de linkerarm. Elk koorlid dient tijdens optredens in het openbaar in principe op dezelfde plaats te staan als waar hij, zij tijdens de repetities altijd zit. Nou, dat geeft nog wel een commentaar. Wanneer het koor gezeten is, gaat men op een door de dirigent gegeven teken staan. Men hoort rechtop te staan. Zorg dat 2/3 van uw gewicht op uw voorvoet leunt. Altijd op de dirigent letten. Altijd op de dirigent letten. Dat is een heel belangrijk punt. Het muziekstuk dient als eventuele steun wanneer u de tekst of muziek kwijt bent. Houd de muziekmap zodanig dat u beiden, dirigent en muzikant, kunt zien. Op deze manier kunnen de aanwijzingen van de dirigent beter worden uitgevoerd. Als de dirigent aan het eind van een stuk afslaat, blijft ieder nog een ogenblik onbewegelijk staan. Stilte hoort namelijk ook bij muziek. Zolang de dirigent stilstaat, staat u ook stil. Wanneer het koor weer gaat zitten, zal men dit niet eerder doen dan nadat de dirigent daarvoor het teken geeft. Spreek de woorden goed uit, zodat de luisteraar de tekst goed kan volgen. Zorg dat u de tekst kent en begrijpt. Laat de uitgang van een woord, bijvoorbeeld de D of de T, duidelijk maar niet overdreven worden. Volg in deze goed de aanwijzingen van de dirigent op en let op zijn slag. En probeer niet uw buurman of buurvrouw te overstemmen. Geef een matig stemvolume op aanwijzing van de dirigent. Kan dat zowel zwak als sterker gezongen worden. Bedenk dat u in een koor zingt en dat alle leden samen de klankkleur van een koor bepalen. Wees u er wel van bewust dat het publiek u en de dirigent bij elk optreden beoordeelt. Nou, die regels proberen wij allemaal na te leven natuurlijk. Iedereen die zit en is lid van een koor herkent het denk ik wel. En er staan met pen geschreven spel. Staat onderaan, als het publiek het koor goed beoordeelt, zult u dat zeker in de collecte merken.
10 jaar. We hebben in die 10 jaren veel verandering in het college gegaan. Er waren toen nog veel huwelijken van de leden. En natuurlijk ook veel kraamvisites. Want ze konden natuurlijk wel meer als alleen maar zingen. We gingen in die tijd ook nog naar samenkomsten toe. En als we dan een eerste preek behaald hadden, hadden we natuurlijk in de bus en café heel veel lol. We hadden ook een dirigent, een fijne man, maar die leerde ons alleen maar op de noten repeteren. Dus als we op moesten treden, kennen we alleen maar noten en geen woorden. Zo was het altijd wel wat in die 10 jaar. Maar de lofstem kon heel goed een voorzitter houden, soms beter als een dirigent. We hebben maar heel weinig voorzitters gehad in 71 jaar. In 71 jaar hebben we maar 1 dirigent ontslag gegeven. We kregen in die tijd ook uniformen. Maar in die tijd kwam mini in de mode. Dus de jurken werden steeds korter en de billen steeds dikker. Dus toen zijn we maar overgegaan in het land. Wij lofstemmers, wij hebben veel verhalen, maar praten nu niet van de schandalen. We hebben veel plezier en verdriet gedeeld. De lofstem is een reuze club, doe ons een plezier en wordt ook lid. We zingen nu logozisten, daar hebben we in 1974 een eerste prijs mee gehad, met 305 punten. Amen.
Het dorp is gemoderniseerd en nu zijn ze onder
goede weg. Want zeer hoe rijk het leven is, we zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Het flink veel glas, dat kun je zien, door de bank stil staat bij min en de gesmaak het beste groot. Thank you.
Wat moet je vertellen over een bepaalde periode die je zelf niet hebt meegemaakt? Dat probeer ik dan toch wat te doen als, als gegevens te plukken uit de notulen. Wat zou ik anders kunnen doen? In die 85, in die periode, zit ik zo'n beetje tot 1994. En daaruit nog maar een gegevens. Als ik dan die, ja, die notulen lees, dan is het vaak heel veel hetzelfde. Elk jaar opnieuw, de eerste week van het nieuwe jaar, komen we bij elkaar in de ledenvergadering. Het gaat jaren zo door, hoewel het nu niet meer zo is. Zorgen zijn er ook altijd geweest. Als het niet over de muziek was, dan was het over de personen die ons ontvingen of andere nadigheden. Ik lees over geld, kascommissies. Hoe is het mogelijk? Het was altijd oké, al die jaren. Ik vraag me af of dat zo is. Maar wordt wel gezegd. Contributie is ook continu gebleven. Ik lees steeds over 10, 12 gulden destijds. Nou, het is nog steeds 12 euro. Dan de kas. We gaan jouw geld hebben verder, maar ik word altijd verder genoemd in de notulen. Dan wordt het net als een notenbalk. Dan gaat hij weer naar boven en dan gaat hij weer naar beneden. Met andere woorden, ook in de financiën zit muziek. Dan 1985, dat was toch wel een bijzonder jaar, want toen was de vereniging 40 jaar bestaan. En als je daar een poosje over doordenkt, over de getallen, dan u zult het waarschijnlijk allemaal wel eens een beetje weten. 40 is een getal van volheid. Het hele volk had 40 jaar nodig om door de woestijn te gaan. Toen trokken ze het land in, maar er moest ook al van alles gebeuren. En de zaal ging natuurlijk ook verder. Nu is het 70, toen was het 40, 4 keer 10, 3 keer 10 erbij, 7 keer 10, 10 is ook weer een getal van volheid, 3 en 4, allemaal Bijbelse getallen en symbolen. En vandaag vieren we dus 7 keer 10. 10 is het Oude Testament, 7 het Nieuwe Testament en dat samen is 10 en 7 is ook 17. 17 en 70 hebben we iets van te maken. Maar als je 1 en 17 bij elkaar optelt, probeer het nou eens thuis, kom je op 153. 153 zijn het aantal vissen die gevangen worden na de opstanding van Jezus. 70, wat vieren we vandaag? Eigenlijk al 71, maar goed, over 4 jaar vieren we 75. Ik zie ook in de notulen, ik zie Gegen zitten, ik heb jou in de notulen gelezen. Heel continu, consequent, accuraat. Druk, ongelooflijk druk. Je ging zin in hier, zin in daar, in Lotter, in IJsselmuiden, in Wapenveld, alles wat ertussen zit, geloof ik. En zo druk, en af en toe staat erbij, werd ook nog een baby geboren. Dan haalden ze de tijd vandaan. Maar toen zag je heel veel ooievaars, er werd een baby geboren. Tegenwoordig zie je heel veel ooievaars, die hadden een baby bij ons. Ik heb een concert, omdat dat. Dat is ook wel leuk om dat te zien. We gaan ze roeren. Heel veel bij elkaar. Hoe ga je lekker vieren? Maar het kan voor het warmte, zoals hier in Korea. Samen en vriendschap, de rotsen. Dat leven we daar samen zingen. Met de Canadezen. De Canadezen volgens mij hebben elders. Nederland en Oranje. Elders. Dit heet in het leven. En we willen het allemaal houden. Voor jullie, in ieder geval een aantal van jullie terugkwamen, maar dat was niet zo goed gegaan. Jullie, nee, het was anders. Jullie dachten dat het weer goed was, en van de beoordeling van de jury, jullie dachten totaal anders over. Nou, ik heb je iets daarbij voorstellen. Maar voorzitter, toen zei, we moeten doorgaan met ons
enthousiasme, gezamenlijk schouwsteen in onderzet en onderhouding. Lara, dank u wel. Voor de 40 jaar bestaan was het jaar van de muziek bij het orkest. Maar daarna had toen gebeurd met een volledig comité van de optochtcommissie zwart af. Even later waren ze terug. Ze zijn groot fan. Toen gingen ze net zo lang als de predes. Symbolen van geluk. 200 jaar in de band van Mozart. Grootvaders klok, milieubeleid, wereldbeleid, daar was mijn laatste reisje. Allemaal herinneringen die ik hier mee heb, maar veel van u denk ik wel. Ik zie ook dat die rente gaan, is er 17 jaar geweest. Jullie hebben waarschijnlijk heel veel jaar gehad, maar hij, hij schreef ergens, belast hem dat zijn leven verwijt. Dus het kan op negen keer zijn. Elk jaar kwam er ook een afgelopen richting dirigent. Dat is hij de nog steeds genomen. Dan komt er nooit achter dat hij die afgelopen steeds. Dat wordt gezegd, dat wordt getrokken. Ik vraag het nog steeds af. Wat dat betreft heb ik de vrouw in de vorm. Beter symbool dan ik eigenlijk moest doen. Dat wil je het meestal zien als je hebt. Niet te lang, want ik sta maar over en moet je wat zeggen. Het gaat echt erg lang. Net als ik heb aangehaald door de directeur, of in ieder geval dirigent, Guzen. Ook heel frappant. In het jaar 88 was hij hier jurylid op de zwangersdag. Eén maand later is hij overleden. Eén maand later. Thema van de optocht van het leven, van het concert des levens, kreeg niemand een programma. Zo is het nog. Ik zie ook een opmerking van dat het probleem is dat er zo weinig mannen zijn. Vooral mannen zijn erg kwetsbaar. Daar heb ik me nog niks van bij kunnen voorstellen. En dat wordt geschreven door een vrouw. Nou, daar ben ik nog een keer later uitgekomen. Dan was er ook een dirigent uit Hattem en die zei altijd van waarom spreek je in, tegen mij altijd in het Nederlands en onder elkaar dialect? Nou, heb ik ook een antwoord op, maar sindsdien kwam die dirigent niet meer uit Hattem, maar hij kwam nu uit Hattem. De concours in Nunspeet, dat was ook blijkbaar teleurstellend, want ons amateurkoor werd beoordeeld door een professionele jury. Nou, ik weet je iets bij voorstellen dat dat ook niet helemaal de goede aarde viel. Ik zie nog een keer een opmerking staan van je kunt beter met genoegen zingen en eventueel wat eenvoudigere muziek dan met zenuwen. Veel moeilijke dingen doen. Ja, dat is dan een wijsheid voor mezelf. En wat ook tegenviel, was een optreden in Saharen. Teleurstellend stond erbij. Maar het is net als in de politiek, ook al heb je verloren, zelfs toch dat ze hebben gewonnen. Want ze gingen naar huis en toen zeiden ze van, maar bij het inzingen waren we beste. Dat was het. Goed, ik ik stond ermee, toen was het te lang. Over 4 jaar ga ik weer verder naar jullie naar terugkomen, kom je het rode rest. Thank you.
statuten. Allemaal gezeur, langdradig gedoe. Dit kunnen we zelf wel regelen. Als wij allemaal in achter staan, volgens Nieuwbouwer. Het 50-jarig jubileum een hele drukke tijd was. 4 keer in een maand activiteit. De strik op de blouses van de dames eraf moest. De naam dames kregen kralen om de hals. Geldsmijterij, ze hadden al noten op hun zang. Dat Aliland, toen nog warm meer, alle muziekstukken netjes genummerd heeft. Het afdelingsconcert in Steenwijk, enkele leden nooit zullen vergeten. Ze waren verdwaald en waren niet op tijd. Tini Schaapman is ingehuurd om de stemmen te oefenen. Het koor die een aarde van opknapte. Janna Dunnewind erelid is geworden. Een aantal leden allerlei kunstzinnige dingen gemaakt en verkocht hebben ten bate van het uniformfonds. Er nieuwe uniformen aangeschaft zijn. Albert Schutte, heel enthousiast, zegt, nog in bijomgeving niet zo'n uniform te vinden is. Niet lang daarna, oeps, we daar een dorpsenraad. Vandaag er nog goed van pas, doordat de leden van Wit-Haren lid werden van ons koor. Dirigent Bert, de repetitieavond, zonder slag of stoot, verplaatst van dinsdag naar donderdagavond. Het 55-jarig jubileum heel veel geld kostte. Mina Schippers was er al maar niet getreurd, de contributie werd met haar wijkstelde verhoogd, was ook weer opgelost. Wij allemaal erg moesten wennen aan een euro. De koffie leek veel goedkoper, maar nu is. De leden meer Nederlandse tekst willen zingen. En wij veel te weinig letten op onze dirigent. Hier toch maar eens verbetering in moet komen. Oogcontact kan erg plezierig zijn volgens fans van Lente. Er besloten is de zangersdag van het voorjaar van 2006 te verplaatsen in verband met het 60-jarig jubileum in 2005. Wij nooit moeilijk doen als we naar een kleine zaaltje moeten, van Bertus Lindeboom als dank een drankje en een appje kregen aangeboden op de jaarvergadering. Thank you.
op haar manier. En na 17 jaar ging ook onze dirigent Bert Gelderman ons verlaten. En dat nog wel naar de buren. In New York. Maar gelukkig was er snel weer een nieuwe dirigent. Jan van der Kamp. Daar waren we en zijn we nog steeds ontzettend blij mee. Nu ook alweer 10, 11 jaar. Zo zie je maar, wij zijn een koor waar dirigenten en leden jaren vastgenageld zijn. Maar kijk u eens op de beamer, mooie foto's. Een koor, een nieuwe koorkleding. En ze staan nu voor u, fris en vrolijk met nieuwe kleding aan. Maar ook hebben wij onze voorzitter Gerry mogen huldigen. Ja, zij heeft de hamer nu al 15 jaar in handen. En zo hebben wij van heel veel activiteiten mogen genieten. En minder mooie dingen van ons verlieten. Zo mochten wij ook medewerking verlenen aan de afscheidsdienst van onze oud-voorzitter, de heer Gert-Jan Stokvis. Maar ook van andere mensen die ons zijn ontvallen. Maar vorig jaar moest het alles even op een heel laag puntje worden gezet. Want door ziekte van dirigent Jan van der Kamp. Dat nu door alles heen heel goed gaat. Maar wij waren heel blij dat mevrouw Sieke van der Stegen zich toe bereid vond om ons op deze tijdelijke dirigent te worden. Want zij zei heel goed haar best gedaan. Ja, nu richt ik mij even tot jou, Jan van der Kamp. Wij hebben met Sieke stiekem een liedje gestudeerd. Ze hebben moedigheid en dankbaarheid dat jij zo best hebt gedaan en spoedig hersteld bent. Wij willen jou nu een lied toezingen. En wel het lied van Dank u, o Heer. De tekst en muziek is van Arie Pronk. En Sieke zal ons daarbij geleiden. Sieke, mag ik je uitnodigen om ons te begeleiden? En wij, jou Jan, en die toe willen zingen, dank u Heer. Daarna vervolgen wij het programma en vragen Jan weer om met ons het programma verder te vervolgen. Met het lied van Hou mij vast. Thank you.
Jan Bennemans naar voren hebben. Jan. Ja. Jan, dan denk ik aan dit. En nu, 68 jaar later, ben je er nog steeds. Jan, je bent ons oudste lid en ook het langste lid van de Lofstem. Nu dus al 68 jaar. Wij kunnen ook zeggen, Jan, dat je een heel trouw koorlid bent. Je hebt ook jaren bestuursfuncties gehad en dat met grote inzet gedaan. En met een duidelijke mening, wat ook heel terecht was, want je had uiteindelijk veel koorervaring. En je bent nog steeds de hoeksteen van de tenoren. Er wordt naar jou geluisterd, want Jan heeft de toon altijd wel goed te pakken. En al willen je benen misschien niet meer zo goed als je wel zou willen, jouw stem werkt nog prima. Jan, voor al die trouwe jaren en je geweldige inzet voor de Lofstem, willen wij jou heel hartelijk bedanken. En dat willen wij doen door jou tot erelid van de Lofstem te benoemen. Ja. Namens het koor en de dirigent, heel hartelijk bedankt voor al die jaren en hartelijk gefeliciteerd van ons allemaal. Wij zijn heel blij met jou. Wat een prestatie, 68 jaar lid van het koor. En wij gaan om deze reden Jan nu toezingen, speciaal bij Jan, het mooie wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid ter stille hand.
die uiteraard gewerkt heeft, zijn we bijna aan het eind van deze zangavond, waar we ons jubileum hebben gevierd, 70 jaar. Maar voordat we helemaal aan het eind zijn, toch nog een paar bedankjes op zijn op hun plaats. En ik heb hier een aantal namen staan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nog maar ongeveer met die getallen verhaal. Ik ga het niet zo lang verhaal van maken. Die zit hier wel. Hier staan 7 boeketten bloemen. En we gaan ze in rap tempo uitdelen. En de dank heb ik erachter. Maar degene die er gebeurd is, hartelijk bedankt voor. En dan weet ik zij het zelf wel. Allereerst Jan, Donkere Kamp, onze dirigent. Aan jou de eerste eer, Liesje, dat jij Jan hoort bloemen overhandigen. Achter de piano zat vanavond, maar nu niet meer, maar het nu in de bank. Wim Kamers voor de begeleiding voor deze avond. We hebben ook een vreemdeling in de prijs. Dat ging al heel erg goed, denk ik. Jan Schuring zit achter mij. Bedankt voor jouw muzikale medewerking. En je bent speciaal voor de opleuzen gekomen. En daar zijn we heel erg dankbaar voor. En dan even in dit huis zelf. We kunnen altijd een beroep doen op de wijze kosters. Voor de kerk natuurlijk altijd, daarvoor kosten zijn, maar ook als wij aankloppen, het zijn voor de zaal, voor de repetitie, ik ga er niet te diep op in. In ieder geval, Gerard van der Kolk zit achterin, kom nou even naar voren, kijk jij ook de kosten mee. Vonden ze elkaar terug en zochten ze samen
in Jeruzalem een vreemdeling weer op. En dan ga ik het nog een keer voorlezen. En dan iets anders. Jezus' aanwezigheid betekent ook zich in het samenzijn als een zangvereniging, als leden, als dames en heren van ons koor. Hij, Christus, is ook in onze gemeenschap. Hij is dan niet alleen de Christus in onszelf, maar ook in ons gezamenlijk midden. Het is net als met de leerlingen van Emmaus. Ze gaan op pas, ze gaan weer op weg, ze gaan weer verder, zoekend. En toen ze Jezus hadden herkend, toen nog aan zijn handen en voeten, vonden ze elkaar terug. En zo moeten wij elkaar, denk ik, ook de komende jaren na vanavond weer blijven zoeken, elkaar blijven vinden, samen weer verder zingen. En dan kunnen we opnieuw, en daarom hebben we ook gezongen, op weg naar het nieuwe Jeruzalem. Hoe dan ook. Beste mensen, allemaal hartelijk dank voor uw komst, voor uw aanwezigheid. Straks wel thuis en wel rusten, maar ik zie het eind niet staan, maar in het programma boekje of als een soort, als een gewenst. Ga met ons, God. Ga met God en hij zal met je zijn. En die rots, en de gezondheid daarvoor, de bal. Zingen is gezamenlijk en als je straks kerk verlaat, kerk gebroken, dan is er nog een kopje koffie en dan maak je cake. Maak er gebruik van. We hebben het voor u gedaan. Aan die regelrecht naar huis. We hebben de tent ervoor gezet. Blijf nog even rots. Rots handen is geen goede woordje, maar blijf nog even bij praten. En dat de volgende keer nogmaals. Bedankt en straks wel rustig.